Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. We hebben Jordi zijn oor gedruppeld. En hij is nu eventjes aan het spelen. Joep, nee. En zijn broertje is ook al wakker, daar niet van. Maar ja, hij is eventjes aan het spelen. Ja, ja. Ja, een hele goede avond. Goeie avond. Jullie zullen vast wel denken, waar is de rest van de vrijdag gebleven? Nou, dat gaan we jullie vertellen. Want ik had straks een afspraak in het ziekenhuis. Voor een 12 weken echo. Juist, want wij zijn... zwanger. Er komt een derde aan. En roze streepjes, dat zal wel meisje horen. Die heb ik vaker gehoord. Volgens mij ben ik nog niet zo lang geleden zwanger geweest van Liam. En werd dat toen ook door jou gezegd. Dus. Maar. Wij weten dit al vanaf 21-7. Dus 21 juli. 2020. Sinds toen wisten we het al. En we hebben het al die tijd verborgen gehouden. En ik heb tussendoor afspraken gehad in het ziekenhuis en controles en alles. Maar ja, hè. Daarom ben ik dus de laatste tijd zo absurd moe. Niet alleen daarom hoor, ik ben ook moe geboren. Maar, hè. Dat dus. Het is namelijk zo, we hebben het vandaag bekendgemaakt, omdat we vandaag 12 weken zijn. Dus, ja, we hebben het bekendgemaakt door middel van de kindjes en dit t-shirtje. Die echte foto hebben we er even opgeplakt. Ja, we hebben een foto met Liam en Jordi gemaakt. Die zie je nu tussen ons in hier ergens staan. Dus die, ja, dat is de foto waar we mee bekend hebben gemaakt. En ja, we waren eigenlijk vandaag een beetje in een happy mood. Ja. En we hadden zoiets van, ja, we willen een aantal dingen doen, zoals bijvoorbeeld die foto maken. Dus we zijn eigenlijk gewoon lekker gewoon met z'n viertjes geweest. Ondertussen hoor je Joef knauwen aan een bordje. Want anders dan gaat het soms weer vervelen en daar hebben we eigenlijk geen zin in. Maar ja, in ieder geval, dit is dus eigenlijk wat er nu speelt. Daarom ben ik de laatste tijd ook zo moe. Want ja, ik ben natuurlijk moe geboren. En zo hormonaal. Tuurlijk. Ik weet nergens van. Ik heb verder ook geen klachten of wat dan ook. Alleen dat ik heel erg moe ben. En ik durf niet te klagen. Begin je nou alweer? Valt allemaal wel mee. Valt allemaal wel mee. Dus ja. We gaan jullie een beetje meenemen in hoe het is met coronatijd. En zwanger zijn. Ja, want dat is wel jammer. Want ik ben er dan iedere keer bij... via FaceTime, ja. Want ja, ik moet met de kindjes dan thuis blijven. Ja. En eerst gingen we met z'n allen. Ja, dus dat is wel een nadeel. Maar ik ga jullie meenemen en daarin. En ja, met de 20 weken echo mocht je er wel bij zijn. Komt door de zwangerschap. Ja, kom door de zwangerschap. Met de 20 weken echo mocht je er wel bij zijn. Nou, ik mag er wel bij zijn, ja. Bij ieder echo. Ja. Alleen de kinderen niet. Nee. Nee, dat klopt. En ik kan niet iedere keer overal oppas voor regelen. En vooral Jordi kan ik niet overal neerzetten. Dat, ja, dat heeft gewoon zo zijn redenen waarom dat ook niet kan. Dus ja, dat zei zo. Maar ja, ik heb van tevoren ook... We hebben ook niks gevlogd van tevoren... Omdat we dit echt gewoon eventjes... We waren heel verbaasd. En ja, we hadden ook echt zoiets van... Het is wel gewenst, hoor. Zeker. Zeker weten, het is echt gewenst. Moeten we alleen nog een extra slaapkamer maken. Daarom gaan we dus ook verbouwen. Dat is ook een van de redenen. Het zat wel altijd wel in de planning, hoor. Maar eigenlijk nog niet... Nu, maar hè. Nu zal het er toch van moeten komen. Maar ja, wij gaan jullie daarin meenemen.
Dus dat betekent ook dat als er een keer geen ups en down online komt, ja, don't blame me, please. Ga niet boos worden op ons, alsjeblieft. We doen dit echt omdat we dit leuk vinden en omdat we mensen een inkijkje willen geven in ons leven met een kindje met Down. Ja, en dat wordt dan nu 6 maanden geleden met Liam die erbij is gekomen. En dat wordt dan nu met een ander kindje die er nog bij komt. Met Hattie. Met wie? Met Hattie. Met Hattie? Wie zegt dat het een meisje wordt? Nee, Het. Oh, dat weet je toch niet? Nee, ja, dat is waar. Ja, maar we gaan het kind geen Hattie noemen. Nee, dat sowieso niet. Nee, ook niet als het in mijn buik zit. Nee. Liam heette Gerritje. Nee. En dat was Jordi. Jordi heette Gerritje en Liam heette Kees. En Liam heette Kees omdat we toen nog niet wisten of het een jongetje of een meisje werd. Dus Kees kon voor beide, want ja, hij kijkt me naar Vlodder. Maar ja, we weten het voor nu nog niet hoor, wat we de naam gaan geven. We weten ook het geslacht nog niet, want dat is nog onbekend. Dat was nog te vroeg. Ja. En we gaan ook een pret-echo doen en alles. Wat we bij Jordi en Liam ook hebben gedaan. Dus ja. Dat was het voor vandaag. Ja, dus wij worden voor de derde keer papa en mama. En nou gaan we energie verzamelen voor de volgende dag. Ja, we gaan upstairs naar ons nest. Yes. We wensen jullie alvast wel trusten en in de volgende swipe zien we jullie weer, want dan is het alweer zaterdag. Een hele goede morgen. Ik heb hier een kind die lekker zelf zijn fles zit te drinken. Tenminste, ik heb al een beetje geholpen. Maar, nu is hij zelf aan het drinken. Tenminste, hij is al op, maar hij wil hem niet loslaten. Hè? Ja, dat ene slokje wat dik is van de pap. Maar ja. En Niels die is Jordi even de luier aan het verschonen. En Jordi krijgt zo ook een fles. Ja, van vannacht. Nou, ik ga even kijken wat we opzetten op de tv, want we moeten Jordi zijn oor druppelen. Ik ga nou die kast lekker even opruimen, want daar heb ik nu tijd voor. Maar ik kwam iets tegen. Zoals jullie weten heb ik een gastric bypass gehad en ben ik 50 kilo kwijtgeraakt, in ieder geval afgevallen. En ik kwam mijn trouwboek tegen. Ik denk misschien vinden jullie dat wel interessant om te zien. Ik zal eens eventjes een paar foto's laten zien vanuit dit boek. Dit waren wij toen wij op 21 oktober 2011 trouwden. Ja, dit ben ik. Toen ik nog 50 kilo zwaarder was. Dit was mijn trouwboeket. Hier waren we aan het wachten op het stadhuis. Zaten we in de auto. Wat een verschil, hè? En hier waren we onze geloftes aan het uitspreken. En dit zijn onze trouwringen. Ik pas mijn trouwring niet meer aan, want die is veel te groot. En Niels doet zijn trouwring nooit aan, want ja, in verband met zijn werk is dat eigenlijk bijna niet te doen. Dus vandaar. Ik had mijn eigen nagels hier gedaan. En dit was 's avonds. Ik had de ketting gekregen. Ja. Is toch een heel verschil, hè? Ja, maar wat wel frappant is, heel veel mensen die toen op mijn bruiloft waren, die spreek ik niet eens meer. Dat is altijd wel frappant dat je sommige mensen gewoon helemaal niet meer spreekt als je zoiets hebt gehad en dan jaren later verder kijkt, bijna 10 jaar later. En dat je dan denkt van, die spreek ik niet meer. Daar heb ik geen contact meer mee. En er hoeft helemaal geen ruzie of zo te zijn. Het is gewoon dat je elkaar uit oog verloren bent. Of wat dan ook. Alles in het leven heeft natuurlijk een reden. En ik kwam het boek tegen. Ik dacht, misschien vinden jullie dit wel interessant om te zien. Ik ben aan het editen. En
ik zag dit stukje voorbij komen. Ik zeg tegen Niels, Niels, we moeten heel even inbreken. Dus bij deze gaan we dat ook doen. Ik ben dus aan het editen en ik denk dat er een beetje uitleg nodig is. Kijk, iedereen trouwt natuurlijk op zijn eigen manier, toch? Mm-hmm. En wij zijn op deze manier getrouwd, omdat wij simpele, eenvoudige mensen zijn. Of zeg nou iets geks? Nee, dat is toch zo? Ja, toch? We houden het gewoon lekker simpel. We wilden eigenlijk zelfs in ons spijkerbroek trouwen. Ik weet het al bijna niet meer, maar het zal ongetwijfeld. Nou ja, het was zo. Wij wilden... Ja, volgens mij zouden we eerst op dinsdagochtend gaan trouwen of zo. Ja, wij wilden eerst... Dan kon je gratis trouwen en dit. Ja, we hadden gewoon zoiets van, dan is het geregeld en simpel en klaar. Maar toen gingen we er meer over nadenken en toen hebben we toch iets, een compromis Ja, en iedereen was het er ook mee eens dat we dat op dinsdagochtend wilden doen. En toen zei... zijn we toch uiteindelijk maar gewoon op de... Op de, ja, de meest gebruikte trouwdag, vrijdagmiddag. Zijn we getrouwd, ja. Was lopende bandwerk daar. Ja. En, moet ik er ook even bij zeggen. Kijk, wij hadden er dan besloten om dan toch op vrijdag te trouwen. Maar we wilden nog steeds eigenlijk in ons spijkerbroek gaan. En toen werd er gezegd door zijn getuigen, dat gaan we niet doen. Jij krijgt een pak van ons. Dus jij gaat niet in een spijkerbroek. Dat gaat gewoon in een pak. En toen heeft mijn moeder met een vriendin van mij besloten dat ik maar naar de stad ging met haar en dat ik trouwkleding ging kopen. Toen wilden ze nog dat ik in een rok zou gaan. Maar ja, dan leek ik net zo'n rolmops in. Want ja, ik was natuurlijk een stuk zwaarder. Niet dat het nu anders zou zijn, hoor, want ik heb vel over. Dus als ik nu in zo'n rok zou gaan, dan zou ik ook in een, als een rolmops eruit komen. Maar goed, hè, prima. Uiteindelijk is het dus een lange broek geworden met hele wijde pijpen. En hakken. En hakken heb ik ook gehad. Ja, op het stadhuis had ik hakken aan. Ik kwam thuis, ik heb gelijk slippers aangetrokken. Zo simpel zijn wij. Ik had het gevoel alsof ik de hele dag een pyjama aan had. En ik had de hele dag een pak aan. Ja. En volgens mij heb ik mijn jasje wel uitgedaan op een gegeven moment, omdat het warm werd. Oh, ik heb geen idee. Wat we in ieder geval, we hebben thuis gevierd. En we hebben het met ongeveer 40 man. 50 volgens mij. In ieder geval rond die koers hebben we het hier thuis gevierd. Familie, vrienden. En ja, we hebben zelf een lopend buffetje gemaakt. We hadden, wat eten betreft, hadden we ragout. Dat had mijn oma gemaakt. Rundergoulash had mijn vader gemaakt. Ik had alle satéetjes gemaakt. En mijn oom heeft die satéetjes nog staan bakken op de barbecue. Dus een elektrische barbecue hadden we in de tent gezet. Ja, dus uiteindelijk heeft iedereen lekker lopen smikkelen en smullen. Daar houden wij ook van, hè? Gewoon dat mensen genieten en dat wij dat zien en dat dat hier is. We hadden koelkast vol met bier. Dus ja, we hebben echt wat dat betreft gewoon lekker alles thuis gedaan zoals wij zijn. Mm-hmm. En we zijn nu bijna alweer 9 jaar getrouwd. Ja, gaat dat? Ja. Zou je het anders hebben gedaan? Nee. Nee? Nee, we hebben het gedaan zoals wij waren en zoals we het toen wouden. Nou, dit wilden we heel eventjes nog vertellen en daarom braken we heel eventjes in. Gaan we gauw weer verder met de vlog. Veel plezier. Ga ik even verder met mijn kast opruimen, want het is zo'n bende. Maar ja, in ieder geval, dit is dus... toen we getrouwd waren. Klaar. Het is weer netjes. Hoop wat zo weggegooid. Ik ga heel eventjes een fruitje maken voor Jordi. Want die heeft honger. En deze kleine vent ligt lekker te slapen. Dus, oh ja, en ik moet nog iets doen. Het is niet heel vervelend. Want we hebben een DVD van Liam. Voor Jordi ook hoor, maar die zit in zijn bewaardoos. Maar ik had ook nog heel veel echo's blijkbaar in de kast liggen. Dus die ga ik ook heel eventjes recht maken en hierin doen. Zodat het allemaal netjes is en in zijn bewaardoos kan. Gaan we even doen allemaal. Ik heb voor Jordi heb ik een lekker fruitje gemaakt. Aardbeidjes, appel, brinta en een cookie. En
De aardbeidjes had ik gisteren vers gehaald bij een groenteboer. Oh, mama knoeit al gelijk, hè? Verdikken me. Jullie zullen je eigen vast wel afvragen hoe dat het met Jordi gaat. Jordi is op dit moment even een filmpje aan het kijken. Want ik heb allemaal stukjes hierin zitten. En dan moet je op kouwen, hoofdrecht. Je bent al aan het kwijlen, vind je het zo lekker. Ja, hoe gaat het met Jordi? Met Jordi gaat het eigenlijk best wel goed. Hij doet poepen. En hij doet heel wat meer lachen. Hij heeft wel nog last. Dat kun je wel merken aan hem. Maar volgens mij zit er enige verbetering in. Volgens mij gaat het allemaal de goede kant op met hem. Helemaal schoongemaakt. Kijk wat je ervan vindt. Oeh. Joep is er ook bij geweest, zo te zien. Ja. Hij kan niet lager. Hè? Hij kan niet lager. Nee, hij zit op zijn laagst. Je moet nog een beetje groeien, want je voetjes zitten net aan de grond. Ja, dat was bij Jordi toch ook, maar zo heeft Jordi wel omhoog leren zitten. Ja. Mm-hmm. Dan kun je dadelijk zo rijden. Kijk, hij doet dat met zijn voetjes. Ja, we moeten nog stofzuigen, Niels. Vind je dit leuk? Is toch beter in de wipstoel? Kun je af en toe hierin zitten? Ja. Kun je aan je neus krabben met dat ding? Ja. Jordi deed ook altijd, hè? Op een gegeven moment zat hij er zo hard aan te trekken iedere keer. En dan kan je hiermee spelen en deze kan draaien. Even proberen. Goed zo. Die is wel heel interessant, hè? Even kijken, waar staat zijn onder? Dat ding doet het weer. Oké. Okay. Ja, dan moet hij maar leren dat dat ding tegen de hartjes aankomt. Oeh. Niels die is naar de kapper geweest. Die is even aan het douchen. Jordi heeft al een aantal luiers gehad waarvan je bij je eigen denkt. En die is dus lekker aan het poepen. En die is ondertussen je vrouw aan het kijken. En naar mij aan het kijken. Hij vindt. Hij wilde geen bril op. Dus dan even niet. Wat ben je aan het doen? Oké. Duidelijk. Maar ja, in ieder geval, wij krijgen dadelijk bezoek. Ik heb hier even gestofzuigd en gedweld. En samen met Niels wel hoor. En ja, ik heb soep klaarstaan. Zo dadelijk komen nog vrienden van ons. Dan doen we even soepje eten. Met een stokbroodje. En ja. Ik ga nu eventjes de boxkleed van Liam verschonen. Want meneer heeft weer alles ondergekitst. En hij flikt het zelfs om uit zijn wipstoel te wippen. Dus die wipstoel is ook verleden tijd. Dus we moeten andere oplossingen bedenken, zoals bijvoorbeeld die loopwagen. Dus dat doen we maar. Ik heb trouwens ook lekker cake gebakken, daar heb ik zin in. Dus ja, dat wordt weer smullen vandaag. Bezoek is naar huis. We hebben niet gefilmd, want we hebben elkaar al zo lang niet gezien. En ja, het is gewoon. En zijn ook niet van de video. Nee, ook niet. Dus ja, dat hebben we gewoon niet gefilmd. Ik ben naar de kapper nog even snel geweest. Ja, had ik gezegd. Je was aan het douchen op het moment dat ik het zei. En we zijn moe. En we zijn moe.
Steek me aan. Sorry. Maar ja, wij gaan lekker slapen. Welterusten. Slaap lekker. Een hele goede morgen. Niels die zit met Liam, die hebben we net eten gegeven. Jordi die zit te spelen in de box. Die is lekker aan het spelen. Heeft ook de mogelijkheid om eruit te kunnen hoor, maar dat doet hij dus niet. En ik ga even boven poetsen, want daar ben ik de laatste tijd niet echt aan toegekomen. En ik vind wel dat ik dat moet doen, dus daar ga ik aan beginnen. Douche poetsen, gewoon alles doen. Dus daar ga ik aan beginnen. Ja, dus dat. Jordi ligt te slapen. Niels is net eventjes gaan sporten. En Liam wil niet slapen. Lekker ding. Je hoort ondertussen mijn buik. Ik heb even een broodje gegeten en hoor je al. Hoor je mijn buik wat rommelen. Je moet deze in hebben. Hij heeft ook echt wallen nou. Hij wil gewoon niet slapen. Lekker slapen. Lekker slaapje doen. Mag hij doen? Oh, oké. Okay. Ik heb nu wel al de douche gepoetst. Ik heb mijn was bij. En als jullie daar wakker is, ga ik boven alles stoffen, stofzuigen, dweilen, dat soort dingen. Dus dan ben ik in heel eind weer klaar. Oh, oké. Okay. Zoals jullie zagen, ligt Liam al lekker te slapen. Het is al vrij vroeg voor Liam dat hij ligt te slapen. Hij was zo moe. Dus we hebben hem de fles gegeven en hij ligt nu bij Niels te slapen. En hij gaat daar lekker zijn bedje in. We waren teruggekomen van de winkel en dus Liam had honger. En Jordi zit lekker te spelen. In spelen? Ja. Ben je lekker aan het spelen? Ja, dat is van jou hè? Ja, die houdt nou eenmaal van licht en geluid. En dat is echt zijn ding. We hebben de ballenbak van Jordi hebben we weggehaald trouwens. Het tentje waar we boven hebben staan, hadden staan op zijn slaapkamer, dat doet hij dus niks mee. Dus we hebben hem hier beneden neergezet en hij heeft straks al een hele tijd hierin gezeten. En hij vond het helemaal geweldig, dus ja, dan kunnen we hem beter beneden neerzetten. En dat hij gewoon lekker hier in zijn knuffelhok lekker kan kroelen en doen. Want hij lag straks al boven op zijn knuffels. Lag hier lekker met de knuffeltjes te kroelen. Dus ja, we gaan eens even kijken wat hij doet als het beneden staat. Moet je hem andersom doen? Nee. Doe het zo. Welterusten allemaal. Ja. Jawel, je gaat zo naar bedje. De kindjes liggen lekker op bed. De hond is uitgelaten. Yes. De flessen zijn afgewassen. Ook al. De vuilnis is weg. Jij hebt goed je best gedaan. Wil je nou een applaus? Nee, ik wil morgen sporten. Ja, je gaat morgen toch sporten als het kindje op bed ligt. Mm. Als je op bed ligt en slaapt, kun je gewoon sporten. Maar ja.
We hebben een innoverend weekend gehad. Met bekendmaking van onze zwangerschap. Ja. Veel gesproken met mensen. Bezoek gehad. Bezoek gehad van vrienden van ons. En ja, veel met het kindje ook bezig geweest. En gepoetst boven. Nou, nu even snel Netflix en dan naar bed. Ja. Undercover, hè. En dan moet je helemaal tot de avond wachten. Ja, even dikken, maar het leven is ook zo zwaar, hè. Voor jou dan, hè. Ja, ik ben normaal... ik zie meestal een serie een heel weekend, zeg maar. Ja. Dat is niet leuk af en toe. En nou heeft Netflix die serie... zenden ze iedere week op zondagavond eentje uit. Dus ja, dan zit je hele week te wachten. Jij bent echt van binge-watch. Ja. Ja. Ja, ik kan best na één aflevering stoppen, maar dat kan hij dus niet. In ieder geval, wij gaan deze upsen dan afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.